In de schaduw van de Californische bergtoppen keilen kinderen steentjes over een vijvertje. Als het warmer wordt, lopen ze met opgetrokken broekspijpen het ondiepe water in, waar zich een drama afspeelt. De kinderen lopen geen risico, maar andere dieren ondergaan een bizarre transformatie. De schuldige is een microscopisch kleine platform, Ribeiroya undatrae, die zich door 3 verschillende gastheren heen werkt. Eerst besmet de platform de voortplantingsorganen van een slak, die verandert in een parasietenfabriek. Elke nacht stoot de slak 1000 platformlarven uit, die zich nestelen in de volgende gastheer. Een kikkervisje. De larven kruipen in de nog onderontwikkelde ledematen van het kikkervisje. Tijdens de metamorfose tot kikker vormen deze kisten groteske vervormingen. De kreupele kikkers kunnen niets doen om aan gevaar te ontsnappen. Zelfs niet als ze het zien aankomen. Ze vallen ten prooi aan de snavels van watervogels, zoals deze reiger. De reiger, die net de kikker en de parasieten heeft opgegeten, vliegt naar een andere vijver en verspreidt daar de parasiet in zijn uitwerpselen. De cyclus begint weer van voren af aan.